Sommige momenten staan voor altijd in je geheugen gegrift. Momenten waarvan je nog exact weet waar je was en wat je deed. Ook Leeuwarden heeft in zijn geschiedenis momenten die velen niet snel zullen vergeten. In deze aflevering van Wees Nog Wel staan we stil bij 3 van die gebeurtenissen. Op 3 januari 1976 raast een orkaan over Leeuwarden. De torenspits van de Bonifatiuskerk, een 30 meter hoge houten constructie, is niet tegen het natuurgeweld bestand. Om 3 uur 's middags, na uren wiegen, knapt de spits af door de kracht van de wind. Een deel van de toren stort neer op een bijgebouw van de kerk en verwoest de zolder en een bovenverdieping van het pand. Het duurt slechts 1 dag voordat de Stichting Bonifatiuskerk besluit tot herbouw van de torenspits. De spits wordt naast de kerk en op de grond nagebouwd. Het herstel zal 4 jaar in beslag nemen. Werklieden gaan te werk volgens de oude constructietekeningen van architect Kuipers, daterend uit 1882. Op 26 maart 1980 zijn de weersomstandigheden ideaal. Wat mist en bijna geen wind. Om 2 uur 's middags, na uren passen en meten, is de Bonifatiuskerk weer in zijn oude luister hersteld. Met als slotstuk de plaatsing van de vergulde haan kan de Bonifatiuskerk beginnen aan zijn tweede leven. In de voormalige pakhuizen Rusland, Odessa en Riga is begin jaren 80 een woontextielzaak gevestigd. Laat in de middag van 28 februari 1981 slaat het noodlot toe. Een brand zet de pakhuizen in vuur en vlam. Door de honderden tapijten en kapetten is het onmogelijk om het vuur onder controle te krijgen. En al snel ligt de focus van de brandweer op behoud van de omliggende panden. Het massaal toegestroomde publiek wordt op steeds grotere afstand gesommeerd. De pakhuizen branden tot op de grond af en zijn niet meer te redden. De panden worden, weer onder het oog van het toegestroomd publiek, gesloopt. Februari 1979. Koning Winter heeft Friesland in zijn greep. Door een oostersneeuwstorm raken Friesland en Leeuwarden volledig geïsoleerd. Sneeuw en sneeuwduinen belemmeren toegangswegen en het verkeer. Stoepen en wegen veranderen in ijsbanen. Burgers blijven via Radio Friesland op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Helikopters worden ingezet om zieken te vervoeren en om boeren van eten te voorzien. Thank you.
Twee dagen lang ligt alles plat. Op vrijdag, 16 februari, komt het verkeer weer langzaam op gang. De inwoners van Leeuwarden laten de auto thuis en maken vooral gebruik van het openbaar vervoer. Het grote sneeuwruimen kan beginnen. Leeuwarden komt erachter dat het winterse weer ook zijn plezierige kanten heeft. Dagjes mensen zoeken Friesland op om zich te vergapen aan het winterse landschap. En Leeuwarders binden de schaatsen onder om op de grachten en op straat plezier te beleven. Onderwijzer uit Nijbeet liet zich niet van de wijs brengen. En hij was het die onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar door de finish kwam. Onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar. Onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar. Onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar.